We gaan het hebben over Siemens, het bekende Duitse industriële conglomeraat. Nu, Siemens, het lijkt wat oudbollig, maar het richt zich wel degelijk met de kernactiviteiten op bepaalde megatrends. Zoals daar zijn de automatisatie, decarbonisatie en ook slimme infrastructuur. Nu, het management verwacht voor de komende periode tot 2026 een jaarlijkse omzetgroei van liefst 5 à 7 procent en voor de winstgroei zelfs 7 à 9 procent. U betaalt momenteel ongeveer 14 keer de verwachte jaarwinst voor Siemens. Maar we zouden Siemens ook op een andere manier kunnen waarderen, als een holding bijvoorbeeld, want Siemens bezit heel veel bedrijven, waaronder een aantal beursgenoteerden. Ik denk bijvoorbeeld aan Siemens Gamesa, toch een belangrijke windmolendochter, en aan Siemens Healthineers, ook een heel belangrijke participatie daarin. Nog wat kleinere financiële participaties, ik denk onder andere aan 10% procent in het Franse Atos, Tel de waarde van al die bedrijven samen, ook de industriële tak, en dan kom je toch uit aan een waarde die, die fors hoger ligt dan de waarde op de beurs momenteel. Je zou kunnen zeggen dat je Siemens momenteel kan kopen aan een korting van ongeveer van een 33%. Siemens heeft netto schulden. Dat is zo bedraagt ongeveer 1,5 keer de bedrijfscashflow over de EBITDA. Beheersbaar. Relatief gezond en staat het bedrijf toch toe om een dividend te betalen van 3,4 bruto, niet onaardig, en bijkomen te investeren in die toekomstige groei. Echte koerstriggers zijn er niet echt, maar het management werkt wel aan meer focus, aan meer structuur van het bedrijf. En het management heeft ook al aangegeven dat ze de beurskoers toch wel wat ondergewaardeerd vindt. Samengevat, we kunnen van Siemens spreken van een duurzame groeier, maar wel een aandeel met ook kenmerken van een dividendwaarde, van een valuewaarde. En de waarderingen zijn zodanig naar beneden gekomen dat we voor de beleggerportefeuille een concreet aankooporder willen inleggen in de markt. We hebben dat gedaan. We hebben dat trouwens ook gedaan voor een ander Duits beursgenoteerd bedrijf. Ik zou zeggen voor details en meer informatie, snel naar belegger.be.